Wanneer in Nederland de wind uit het zuidwesten komt, dan noemen we dat een zuidwestenwind. Dat is duidelijk, overzichtelijk, maar niet heel spannend. En hier in het Middellandse Zeegebied is alles net wat mooier. En dat geldt ook voor de windrichtingen. Want de windrichtingen hebben allemaal prachtige namen, welluidende namen die ook graag worden gebruikt door autofabrikanten. Want de wind uit het noorden, dat heet een tramontana. De wind uit het zuidoosten heet een scirocco. De wind uit het oosten, dat heet een levante. En de wind uit het noordoosten, dat is een grecale. En zo kom ik waar ik vandaag zijn wil, want dit is de Maserati grecale. Die staat naast de levante, dus naast die oostenwind. En ja, dat is een auto waar een nieuwe versie van is. We kennen de grecale al een anderhalf jaar. En hij kwam als een auto met benzinemotoren, met een V6, de Trofeo. En ook met twee viercilinders met mild hybrid technologie. Maar toen wisten we al, er komt ook een elektrische versie van. En een elektrische versie bij Maserati, dat heet een Volgore, een Volcore. En ja, net als ik zul je waarschijnlijk dan associatie krijgen bij een gezonde bruine boterham of met iets meer fantasie bij een Urker visvrouw in traditionele kleding. Maar nee, ik heb me laten uitleggen, je moet het anders uitspreken. Het is Volgore, Volgore moet ik zeggen. En dat is een bliksem. En bliksem die uit het noordoosten komt met de wind, dat moet wel gedonder en geknetter opleveren. Je ziet zo'n grecale natuurlijk niet bepaald elke dag op elke straat. Ook dus even kort resumerend. Je hebt dat typische nieuwe Maserati DNA qua design. Wat je ook op de MC20 al zag. Dus die hele lage typische Maserati grill. Die heel laag op de weg hangt. En daar aan weerszijde redelijk verticaal georiënteerde koplampen. Aan de zijkanten van de voorschermen zie je die drie roostertjes. Nou, nep roostertje tussen dan. Die moeten denken aan de A6 GT uit 1947. En ja, wat ik dan wat minder herken zijn de boemerangvormige achterlichten van de 3200 GT. Nou, ik zie ze niet. En als je deze boemerang gooit, komt hij niet terug. Maar het is wel zo bedoeld. Nou, aan de binnenkant, het is een erg minimalistisch dashboard. Echt, alles zit echt twee schermen. Twee grote centrale schermen dus, om toch een beetje overzicht te behouden. Het is trouwens over goed gedaan hoor. Zit mooi overzichtelijk in elkaar. Groot scherm hier voor mij ook voor de centrale klokken. Ik zit vrij hoog. Ik had die stoel wel wat lager willen hebben in een sportief georiënteerde auto. Dat had best gekund volgens mij fysiek, maar het is niet zo. Ja, verder, het interieur, dat hebben ze bij Maserati wel goed voor elkaar tegenwoordig hoor. Het is behoorlijk top of the line geworden met mooie materialen. Zit goed in elkaar. Ze gebruiken ook onder andere hier een soort kunststof wat gemaakt is van oude visnetten en andere plastic rotzooi die uit de oceaan is opgevist, opgevorkt. Dan weet je meteen waar dat Maserati logo vandaan komt, waar Neptunus mee de vuiligheid uit de zee heeft getrokken. Hoe dan ook, bij Maserati maken ze er hele mooie materialen van die er goed uitzien. Wat ook heel bijzonder is, is dit materiaal dat je ziet. Een soort koolstofvezelstructuur met daar dan koper doorheen verwerkt. En sowieso, koper zie je overal terug. Het is een beetje het thema van de auto. Ook in de logo's en allerlei andere details aan de auto. En ik denk dat als je deze auto koopt, dat je verdomd goed moet oppassen voor koperdieven. En dan natuurlijk wat je wilt weten, de techniek, de motoren. Er zitten twee motoren in. Je hebt 205 kilowatt heb je op de achteras. En ook nog eens een keer diezelfde 205 kilowatt op de vooras. En aangezien die twee tegelijkertijd kunnen pieken, heb je in totaal een systeemvermogen maximaal van 410 kilowatt en 820 newtonmeter. En daarmee gaat deze auto, toch een flink zware jongen, gaat hij in 4,1 seconden van 0 naar 100 en 16,1 van 0 naar 200. En hij is afgeregeld op 220 km per uur. Als je aan het rijden bent, je kunt kiezen uit vier drive modi. Je hebt de GT, dat is Maserati's voor comfortabel, met toch een beetje sportief vleugje erin. Dan heb je de sport, dat spreekt voor zichzelf. Dan heb je de offroad, jawel. En je hebt een zuinige stand. Die is bedoeld als je, ik weet niet meer om 16 is precies, maar 16% laatste capaciteit hebt en geen palen in de buurt. Dan moet je die kiezen, want dan gaat hij begrenzen op 130, dan wordt het gaspedaal een beetje loom en niet geheel onbelangrijk, dan gaat de airco in standje krent. Ja, ik
rij nu in GT. Je voelt wel de zware auto is hoor. Dat is natuurlijk logisch. Maar aan de andere kant zijn merken die dat toch iets beter voor elkaar hebben. Ja, hij heeft standaard luchtvering en daar moet hij dat bij aanpakken. Hij heeft overigens ook een eigen Maserati getunede vering en demping. Ja, dat voel je wel, maar het laat onverlet dat hij best wat last heeft af en toe met dat gewicht. Je kunt hem dan ook, ik rijd nu dus in die GT-stand, de comfortstand, maar ik zal hem eens eventjes op sport zetten. En hey, daar gebeurt er nog iets. Dan krijg je een kunstmatig motorgeluidje bij, een grommetje. En dat kun je nep vinden. Dat is het ook natuurlijk. Ik vind het ook altijd een beetje raar dat je dingen die eigenlijk weg zijn toch weer terug gaat toveren op een of andere manier. Maar aan de andere kant, in de jaren 80 moesten we ineens qua muziek allemaal luisteren naar synthesizer klankjes die strijkers moesten vervangen. En dat is tot op de hele dag van vandaag zo en daar hoor je niemand over. Ja, hij mag dan redelijk overhangen in de bochten. Nou ja, overhangen. Je voelt gewoon dat gewicht wat er tegenaan duwt en zo. En wat ik net al zei, dat is op zich heel logisch met zo'n zware auto. Maar ja, het kan met elektronica vaak wat beter gedaan worden. Desalniettemin, hij pakt heel lekker op achter dat gas. En ik vind de besturing ook erg fijn. Hij is vrij zwaar, zeker in die sportstand. Dan wordt hij lekker zwaar en communicatief. En reageert hij lekker snel op wat je allemaal met die auto doet. Kijk, nu draai ik hem weer naar sport. En dan gaat hij even dat gas erop. Hoppatee. En oh, zegt het MP3'tje. Ja, en dan het laden natuurlijk. Hij heeft een 105 kWh accu aan boord. Daarmee zegt Maserati dat je afhankelijk van de uitvoering, dus gewicht, zo'n 500 km actieradius hebt. Laden kan hij op de wisselstroom tot 22 kW en aan de gelijkstroom doet hij met 150 kW maximaal onder ideale omstandigheden. En dan kun je van 20 naar 80% in 29 minuten. Ja, en waar moeten we deze auto dan plaatsen? Ja, het is een midsize luxury premium SUV, zoals dat tegenwoordig in mooie Nederlandse woorden heet. En ja, dan kom je toch terecht bij een Porsche Macan Electric of een Lotus Elettre. En dan is het best een dure auto. Deze auto kost is er vanaf 124.500 euro. Ja, zo'n Porsche is er vanaf net geen 90.000 en zo'n Lotus vanaf net geen ton. En dan is deze auto best duur. Aan de andere kant, je kunt hem ook vergelijken met de V6, de Trofeo. Want qua prestaties zit hij er aardig in de buurt, behalve dan topsnelheid natuurlijk. Ja, en dan heb je ineens een auto die elektrisch rijdt en een halve ton goedkoper is met bijna dezelfde prestaties. Vanaf dat perspectief gezien is het weer een aanbieding bijna. Het is net hoe je het bekijkt dus. Maar hoe je het ook went of keert, hè, je hebt met zo'n Elettra is toch een beetje een Chinees tegenwoordig. Een Porsche, ja, hartstikke leuk en aardig, maar die staat op elke straathoek tegenwoordig. En ja, een Maserati, ja, het heeft natuurlijk nog steeds iets fantastisch. En dan rij je wel in een grote, mooie elektrische auto met een prachtig interieur en goede prestaties. En een, ja, een ronkende naam op de neus en een merk met een enorme heritage. En dat, denk ik, en samen met het toch het exclusieve karakter van deze auto maakt dat het een hele leuke manier kan zijn om met een hele groene neus door het leven te gaan.